vandaag gaat het gebeuren. Vandaag komt er iets wat ik eigenlijk een jaar of 8 geleden al wilde bestellen. Alleen toen had ik geen geld, dus toen kon ik het niet kopen. En nu heb ik het eigenlijk 2 à 3 maanden geleden besteld. En het is er nu eindelijk. Dus ik ga jullie zo laten zien wat het is. Het tweede ding wat we gaan doen is even deze tas vullen. Voor zover dat dan niet is gedaan. Met gereedschap. Want er komt nog een tweede ding in de loods. Dat wordt, dat wordt echt ziek. Dat moet ik even ophangen. Dat gaan we vandaag doen. Maar ja, voordat ik daar meer over ga vertellen, laat ik het jullie gewoon zien. We gaan lekker beginnen vandaag. Met Raymond. Ja. Ja, maar dat is mijn werk, zwaar tillen. Dus ja. Hoe laat ben je er? Nee, hoe laat? Als je naar beneden loopt, dan staat hij bij je lijk in de magazijn. Oh, is al gebeurd? Ja, ik heb al geleverd. Oh, kijk, je helemaal fantastisch ben je. Niet te vast tillen, hè? Denk aan je rug, hè? Ja, nee, ik let op mijn rug, is goed, hè? Yo, mazzel. Hoi. Het is officieel, het is er. We gaan lekker het gereedschap, camera, shit meenemen. En dan gaan we. Ja. Kijk eens, post! Ja, klopt. Hij zegt, jongen, binnen tillen, anders als ik hem bel, is geen tillen. Zeg. Ja, hij belde nog. Maar ja, het duurt altijd even voordat ik opneem. Oh jee. Dat is of geen goede bestelling, of ik heb een bestelfoutje gemaakt. Oké, het volgende probleem doet zich dus voort. Ik heb net wat besteld. Het is niet compleet helaas, daar baal ik weer van natuurlijk. Nu heb ik dus de keuze, ga ik alles 2 verdiepingen omhoog tillen, we hebben een lift. Ga ik alles 2 verdiepingen omhoog tillen, met de kans dat ze zeggen, Raymond, alles moet weer terug. Want het is niet compleet, dus ik dacht ik bel ze even. Weet je wat, we gaan lekker lopen, fuck dit. Nu weet je wel wat het is, toch? We gaan ze zo uitpakken. We gaan eerst even wat aan die muur daar doen. Oké, ik heb even zitten denken. Er komt iets heel groots. Zo groot als 2 bij 2 platen, zo groot. Maar als ik het op die muur doe, dan zit het een beetje achter mijn rek en noem maar op. Terwijl, als ik het op die muur daar ergens doe, dat is misschien wat beter. Dan zie je het wat beter. We gaan eerst even spullen halen. Het eerste wat we nodig hebben zijn 2 houten platen. 2. Beter. Nu moet ik natuurlijk nog een hele compilatie gaan maken. Accutolletje erbij, schroefje erbij, waterpasje opmeten. Of. Kijk, beter. Platen hangen, snel geregeld. Nu gaan we even uitleggen hoe en wat. Oké, dit zijn 2 MDF platen. Dit zijn 2 MDF platen van 6 mm. Complete wandhoogte, dus 2,50 meter bij 2,50 meter ongeveer. Waar denken jullie dat dit voor is? Ik ben heel benieuwd. Laat even een reactie achter in de comments. En dan komen we de volgende vlog, ga ik daarop terugkomen. We gaan nu eerst even terug naar die zooi daar. Nou, hier word je toch gelukkig van, of niet? Weet je waar ik nog gelukkiger van zou worden? Als er gewoon een rek bij zat. Als ze die gewoon niet hadden vergeten, hadden ze nu allemaal netjes op een rijtje kunnen staan. Maar ja. Ik heb een set tot en met 30 kilo besteld. Want ja, wie drukt er hier nou 30 kilo per hand? Oké, welke leden drukken er hier nou 30 kilo per hand? Dat zijn er niet zo gigantisch veel. En daar heb ik twee oplossingen nog voor. Nummer 1 is dat ik gewoon normale dumbbells heb die je op kan laden. En nummer 2 is dat ik in de ruimte hier tegenover nog een hele set heb staan tot en met 40 kilo. Het voordeel aan deze set is dat er tegenover mij nog een winkel zit. En dat deze van rubber zijn. Die andere zijn van staal en dat maakt best wel een lawaai. Deze zijn lekker van rubber, kunnen ook stuiteren op rubber. En dat is wel echt ideaal en dat is eigenlijk de reden dat ik voor deze set heb gekozen. Ik hoop dat ik jullie bij de volgende vlog zie, want dan kunnen we die muur daar af gaan maken. En als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan. En tot de volgende vlog.